Daar waar normaal de motors van de MotoGP over het circuit heen scheuren, daar gaan wij vandaag hardlopen. Wij zijn vandaag in Assen op het TT-circuit en wij gaan hier een rondje over het circuit heen doen. Ik zie jullie zo weer. We lopen nu richting het circuit. De hele mensenmassa mocht door de poort heen. Het is een behoorlijke drukte. Ik ben hartstikke benieuwd hoe dit eruit ziet. Het TT-circuit van Assen. En dan hardlopend. Wat wil je nog meer? We zijn op het circuit. De race gaat zo beginnen. De hardlooprace. Wij doen het zonder motor. Het is gigantisch druk. En ik denk dat dit een prachtig mooie run wordt. Ik heb wel het zweet op het voorhoofd staan, jongens. Zoals ik al zei, 30 graden. Het bakt er hier flink op. We gaan zien hoe dit bevalt. Ik wens jullie veel plezier met het kijken naar deze prachtig mooie TT Run 2022. Thank you.
A generation of my time. There is nothing we can do. Stop this plague from breaking through. Don't come now and waste my time. A generation of my kind. There is nothing we can do. Stop this plague from breaking
Nou, we zitten nu op de helft van de run. Ik heb ook gekozen voor de 4,4 kilometer. Gezien het nu 30 graden is. Leek het me niet zo verstandig om op dit asfalt een 8 of een 12 kilometer te gaan rennen. Dus het is om precies te zijn 4,4 kilometer. En wat een berg mensen. Komt er nog achter mij aan, jongens. Kijk maar eens. Allemaal hebben ze het chock warm. En zo gauw deze jongen een waterpasje ziet, ga ik daar gretig gebruik van maken. En ik hoop dat er vandaag geen te zwaar biertje op het menu staat. Want dan word ik instant dronken natuurlijk. Dat moeten we niet willen. Nou, ik zie dat de EHBO daarop bezig is mensen te helpen. Ja, het is echt behelpen, heb ik in het gaten. Sommige mensen die kunnen het gewoon even niet hebben deze hitte. Nou, ik ren hem verder, maar we hoeven nog maar twee. En dan hebben we hem alweer gehaald. Ik zal even dat zweet van het hoofd afhalen. Mijn god, ja, zweten deed ik al voordat ik begon met rennen vandaag. Ik zie jullie zo bij het waterpostje wel. Yo! Ach kijk, mijn redders in nood, het waterpostje. Mijn meest favoriete onderdeel op het eindbiertje na. Nou, we gaan nu maar eens even heerlijk van genieten. Eventjes een beetje vocht erbij. Oh, kon we goed gebruiken. Lekker man. En dan hebben we nog een, ik kijk even een beetje rond. Dan hebben we nog een paar bochten te gaan. En dan zullen we er alweer zijn. Nou. Geniet maar even lekker mee. Wij gaan die laatste bochten eens even overwinnen. Hier op het TT-circuit in Assen. Bij de allerlaatste TT-run 2022. Jongens, tot straks.
Secrets for way too long. This can't keep going on. With every lie, they keep on hurting you, getting away with everything they do. This can't keep going on. Oh, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. Zo, het is nog maar een 800 meter, maar bijna niet te doen, man. Oh, wat een hitte, wat een hitte. Ik zweet echt, ik zweet nog tussen de bilnaad door. Het gaat helemaal nergens over. Daarentegen heb ik ook nog niet verteld dat ik een gekneusde rib heb. Ik heb een behoorlijke griep gehad deze week. Daar ben ik net een klein beetje overheen. Maar ik heb zo hard lopen hoesten dat mijn rib is gekneusd. Nou, die voel je ook wel de hele tijd tikken. Het zal ook wel wat extra kracht vergen, denk ik. Ik weet het niet zeker. Maar ik zie daar de hoofdtribune al. Wij zijn bijna bij de finish. Wij moeten deze nog maar heel even overwinnen. Er loopt nog een hele bult achter mij.
Dus ik word niet laatste. Heerlijk is dat. Jongens, ik zie jullie nu echt bij de finish. En dan gaan we dan even genieten van een heerlijk, hopelijk koud pilsje. En ja, als ze lief zijn geweest voor mij, hebben ze gezien wat voor temperatuur het werd. En dan hebben ze mij een heerlijk fris biertje in de tas gedaan. Maar we zien het vanzelf. Ik spreek jullie nader bij de finish. Yo! Just watch me. Dankjewel. Dank je. Zo, dat was het dan. De 4,4 kilometer TT Run 2022.
Wij gaan nu zo snel mogelijk naar de afsluiting. Yo! Dat was de TT Run 2022. Een ultiem zware 4,4 kilometer gezien de 30 graden hitte. En op het asfalt, ik heb te horen gekregen dat op het asfalt het nog wel eens 15 graadjes warmer kon zijn. Nou, dat noem ik een aardig zwaar temperatuurtje. Ja, ik zweet ook al van tevoren. Ik begon nou weer te zweten. Het houdt maar niet op. Dus ik heb het handdoekje erbij. Kan ik af en toe even heerlijk deppen. Vergeet even niet eventjes subscriben op mijn kanaal. Like deze video. Druk even op het belletje. En laat een leuke comment achter. Want dat helpt mijn kanaaltje altijd weer een beetje mee. Ja. 2000 man deden hier aan mee. Je kon natuurlijk ook zien hoeveel mensen er wel niet aan het rennen waren. Het was gigantisch veel. Mooie drukke run. Ik hoop dat volgende week dat het ook zo'n mooie drukke run wordt. Dan gaan we de 4 mijl van Emmen doen. Ik heb wel het idee dat daar heel veel mensen naar mee gaan doen. En dat wordt tevens even de allerlaatste run voor de zomervakantie aan op Rosso's Running Channel. Dan is het even een klein maandje rust. Dat betekent niet dat ik geen runs ga doen. Ik ga een paar runs in België doen. Ik ga een paar runs in Frankrijk doen. Alleen, ik heb geen dikke pc mee om de runs te editen. Dus pas rond augustus komen er weer runs online. En dan, vanuit het buitenland. Maar vooralsnog eerst, volgende week, de 4 mijl van Emmen. Nou. Even kijken wat we mee hebben gekregen. De Botanical Blast. Zwoele zomernacht. Hier word ik vrolijk van. Een lekker biertje van maar 3,8% alcohol. Ja, wat wil je nog meer? Dat lijkt me eens eventjes hartstikke lekker. 3,8%. Lekker verfrissend. Daar doen we het voor. Nou. We gaan hem even openploppen. Komt-ie? Geen plopje. Maar hem ook geen donder meer uit. Gebeurt toch nooit meer. Maar misschien smaakt hij wel hartstikke lekker. Dit is eigenlijk geen bier meer te noemen. Het is heel erg een dorstlesser. Met tonen van citrusfruit, verse yuzu en gember. Nou, dit moet een hartstikke lekker biertje zijn, zeggen ze. En ik vind hem ook wel heerlijk smaken. Ik ga hier gewoon even heerlijk van genieten. Af en toe even weer het zweet eraf deppen. Lekker in het zonnetje. 30 graden. Jongens, geniet van het weekend. Geniet van de week. Geniet van het leven. Ik ga genieten van deze heerlijke zomerdag met dit zwoele zomernachtbiertje. Tot volgende week!